De eisen die aan dit voertuig gesteld worden zijn de eisen die we ook verwachten van een huidig voertuig. Hè. Dus onze oude bussen zijn ongeveer 25, 30 jaar oud. Dus we moesten sowieso gaan vernieuwen. Daarnaast de eisen die we gesteld hebben is de veranderde optreden van de ME, de Flex ME zoals we die noemen. Die heeft ook een ander soort eisen gesteld aan het voertuig. Het moest kleiner worden, we werken met kleinere groepen. Sneller, wendbaarder en nogmaals aan deze tijd aangepast. Attentie, attentie, hier spreekt de politie. U verstoort de openbare orde. Dat moet nu stoppen. Ik vorder van u dat u zich verwijdert in de richting van de Parksingel. De menigte. Er komt ermee voor als nu moeten groepen. Zie van een En wij verwachten dat de ME wel iets meer ingezet gaat worden, maar dat betekent niet dat we automatisch meer voertuigen hebben, maar dat de ME'ers die normaal in de normale dienst zitten wat vaker ingezet kunnen worden. Nou, wij proberen eigenlijk voor het railschoppen al aanwezig te zijn met de mobiele eenheid. Dus wij noemen dat in technische termen fase 1. Dan is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand, maar wij zien wel dat er mogelijk relletjes kunnen ontstaan. En op dat moment zitten wij de ME al in. Dus de ME zit niet meer te wachten op het bureau totdat fase 3, zoals wij dat noemen, maximale geweld is bereikt. We proberen voor die tijd al de ME in te zetten. We kunnen op dit moment ook vanuit elk voertuig bevragingen doen. Daarnaast het commandovoertuig wat u mogelijk gezien heeft. Dat is eigenlijk een kleine meldkamer in een ME-voertuig. De oude bussen zullen afgevoerd worden. Dus die zullen ontmanteld worden en afgevoerd worden. En deze bussen zult u in het straatbeeld na de zomer, tegen het eind van dit jaar, zult u die als eerste gaan zien.